Goeiedag, dit is het nieuws van 30 maart 2021. We beginnen met het corona-overzicht. Landelijk is het aantal nieuwe meldingen opgelopen met 5909 en ook zijn er 366 mensen in het ziekenhuis opgenomen. En vooral die ziekenhuisopname, dat is een hele grote stijging. En dan over naar onze regio. Volgens het RIVM zijn er 466 mensen positief getest en dat zijn er 35 meer dan gisteren. U ziet hier de kaart met het aantal besmettingen in uw eigen gemeente. En terwijl u daarnaar kijkt, ons advies, eentonig, maar zeer eenvoudig. Mijd drukte, houd afstand, handen wassen en bij klachten laat u zich testen. U belt voor een afspraak 0800 1202. Schevenings strandzand behoort tot het beste van de wereld. Dat blijkt uit onderzoek door een internationaal bureau. Dat heeft zand van zo'n 600 stranden onderzocht. Op het Haagse strand liggen, dat schijnt gezond en goed voor de huid te zijn. Dat komt door de hoge concentratie algen langs de Hollandse kust. Het bevat de meeste mineralen en weinig tot geen schadelijke bacteriën. De top 10 lijstjes van het beste strand ter wereld worden doorgaans altijd gekozen op uiterlijk. Azuurblauwe zee en hagelwit strand is doorgaans het criterium. De VVD in Zoetermeer organiseert een digitale bijeenkomst voor horecaondernemers. Ook minister Van 't Woud van Economische Zaken is daarbij aanwezig om vragen te beantwoorden. De gemeente heeft aangegeven dat de horeca terrasplannen mogen indienen en die zullen dan worden goedgekeurd als ze binnen de regels vallen. Een van de ideeën is om het Marktplein in te zetten als horecaplein om zo te kunnen voldoen aan de coronaregels van 1,5 meter afstand. De digitale bijeenkomst wordt op 14 april gehouden. Burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg willen extra geld investeren in de huisvesting van het Sint Maartenscollege. Samen met het schoolbestuur wordt gekeken naar de ontwikkeling van het schoolgebouw dat past bij de eisen van deze tijd. Het huidige schoolgebouw is aan het einde van zijn levensduur. Bedoeling is om na de zomer met het ontwikkelen van de plannen te beginnen. Daarbij worden ook buurtbewoners betrokken. Het gebouw moet in 2025 in gebruik worden genomen. Tot zover het journaal voor vandaag. Heeft u nieuws voor ons of foto's en video's van bijzondere gebeurtenissen? U kunt ze sturen naar redactie@regionieuws.tv of via WhatsApp kan ook. 06 1970 2510. Dank voor uw aandacht. Blijf gezond.